bij Snetcon zegt, ook wat er straks zal mogen gebeuren. Nou, we hebben een vol programma vanmiddag. We gaan om 12 uur beginnen met het Snetconcert. Dat wil zeggen, de Schrotkapel van CV Schrothupke, die gaat het eerste programma voor de pauze beginnen. Dan zullen de prins en gevolg ook binnen zijn en komen. Waarom organiseren jullie dit elk jaar? Dit is ontstaan zeg maar heel lang geleden toen de kapel is opgericht. En toen hebben ze gemeend van hey, als we eens een grote pansnet maken, dan kunnen we dat mooi uitdelen. En dan hebben we meteen een snetconcert.